Goedemorgen allemaal en heel erg hartelijk welkom terug bij Poppy Playtime. Ik ga hem vandaag afmaken, tenminste de eerste chapter. Ik weet dat ze met de tweede chapter bezig zijn en die staat volgens mij voor niet heel erg ver in de toekomst gepland. Dus laten we vooral afmaken waar we mee bezig waren. Goed, ik moest heel even een aantal dingen overnieuw doen, gezien het feit dat het spel zichzelf had gereset, blijkbaar. Ik vind het niet zo moeilijk. Erop. Nou, dat kan natuurlijk ook. Hell yeah. Private transport, I like it. Waar zijn we nu? Make a friend. Oké. I will.
game with toys when I was young. So magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with the same experience, it's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back to being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. Your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than them. So I guess everyone is always young relative to something. Right? Alright, I think we're getting a little stretched. Oké, ik weet niet of jullie het helemaal gehoord hebben, maar ik heb wat problemen met mijn geluid. Wat niks nieuws is. Het schijnt een interview te zijn met een vrouw waarin gevraagd wordt, hey, waarom wil je hier werken? En haar reactie was een beetje, ik wil heel graag plezier aan kinderen geven, wat ik vroeger zelf ook altijd had. Now I'm hanging. Thank you.
Nou, dat duurde even voordat hij door had. Allemaal. Well, now we go to these monstrosities.
This is nightmare fuel. Don't do that. I don't want a toy. Good. I need you alive. Thank you. Russian shit.
Waarom is dat bloed? Waarom zit er bloed op die buis? It's just a toy, right? Oeh, en bij Poppy van Poppy's Playtime. Ik denk dat ik hier nog wat terug ga komen. Oké. Nou, ik weet opnieuw niet of jullie het heel goed hebben kunnen horen, want ik hoor het zelf nauwelijks. Maar het lijkt erop dat er experimenten gaande zijn. Wat een verrassing in een spel als dit. Dan moet ik wel zeggen, elke keer dat ik een playthrough van dit spel heb gezien, heb ik nooit gezien dat iemand die laatste videoband vond. Dus misschien is dat iets wat ze hebben toegevoegd. Oh, look. It's Granny's home. Welcome to the backrooms. Ik hou niet van lange gangen in dit soort spellen. Alles ziet er iets te vrolijk uit, als ik heel eerlijk ben. Die kast staat ervoor. Kan ik de kast verplaatsen? Tuurlijk kan ik de kast niet verplaatsen.
Wee! Hush. Ooh, yes, yes, heerlijk. Nou, dat was het voorlopig voor Poppy's Playtime. In elk geval voor chapter 1. Zoals ik zei, chapter 2 komt eraan. En zeker dat ik die ga spelen, want ik vind het heerlijk. Het schijnt alleen wel nogal een dingetje te zijn, omdat je voor elke chapter apart moet gaan betalen. Maar goed, we zullen zien. In elk geval, dat was het voor nu. Bedankt voor het kijken en ik hoop je de volgende keer weer te zien. Tot ziens!